Ik stel u graag voor aan onze eerste spreker. Dat is professor Stijn van Heuren. Hij is professor aan de Universiteit van Gent. Hij is klinisch psycholoog. Hij is ook voorzitter van de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie. En vandaag zal hij hier verschillende vormen van herstel toelichten. Hou er rekening mee, u wordt in alle tijden gefilmd. Dank u, Brenda. Goedemorgen iedereen. Horen jullie mij duidelijk in de zaal? We gaan de micro's een beetje herpositioneren. Dat is beter zo. Ja. Ik zal jullie een soort inleidend verhaal brengen rond het concept herstel en een aantal bedenkingen daarbij formuleren. Ik heb dat genoemd herstel in meervoud, omdat herstel inderdaad heel veel verschillende betekenissen kan krijgen. Het is een modewoord, maar wanneer we het willen gebruiken in de praktijk, dan moeten we er eigenlijk voor zorgen dat het voldoende snedig blijft. Of indien dat het te bot geworden is, dat woord, moeten we het opnieuw meer snedig maken. Omdat we wel degelijk bepaalde zaken er kunnen mee doen. Omdat we wel degelijk vorm kunnen geven aan ons werk aan de hand van dat begrip. De zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, die start eigenlijk binnen de psychiatrie vanuit een ziektemodel. Mensen die psychische problemen hebben, worden beschouwd als patiënten. En klassiek werden die eigenlijk vanaf het begin van de psychiatrie behandeld in een hospitaalsetting. Een hospitaal aan de rand van de maatschappij. Vanaf de jaren 70, jaren 80 komt daar een stukje verandering in. En krijgen we rehabilitatie als een belangrijk denkkader. Wat daar dan de logica in is, is dat mensen die langere tijd in een hospitaal verbleven hebben, dat die eigenlijk moeten geholpen worden om opnieuw een plek te vinden in de maatschappij. En vaak komt dat erop neer dat eigenlijk mensen geholpen worden of gestimuleerd worden om opnieuw mee te draaien in de maatschappij. Waar het accent, met andere woorden, een stuk komt te liggen op de logica van de aanpassing. En die logica van de aanpassing, die was eigenlijk ook al heel sterk aanwezig in dat hospitaal. Wanneer was de behandeling geslaagd binnen zo'n model? Dat was wanneer dat iemand opnieuw in de pas loopt. Het hersteldenken is eigenlijk een manier om na te denken over psychische problemen die daar vraagtekens bij plaatst. Het begrip herstel is ontstaan vanuit de patiëntenbeweging. Er waren mensen die psychische problemen gehad hadden, of die er nog steeds mee kampten, en die eigenlijk aangaven dat er toch iets anders moest gebeuren in een zorgtraject. Er waren ook een reeks mensen die buiten de klassieke opvangsystemen van de psychiatrie aan hun eigen psychische problemen gewerkt hadden en eigenlijk vaststelden dat ze er beter aan toe waren op die manier. En dan kregen we eigenlijk herstel. Herstel als een begrip. Herstel wordt dan niet gedefinieerd vanuit een aantal normen waar iemand mee zou moeten conformeren, maar krijgt een andere invulling, waarbij dat het persoonlijke perspectief centraal komt te staan. Wat is herstel? Ik herstel wanneer ik die ondersteuning krijg die ik nodig heb om een zinvol leven te leiden en mij op een zinvolle manier rollen te kunnen opnemen in de maatschappij. Dat was eigenlijk vanaf de jaren 70 en de jaren 80 de visie rond herstel die bottom-up ontstond. Ik teken daar op die slide een pijl terug, die een beetje versprongen is, van herstel terug naar ziekenhuis, omdat we natuurlijk nu in een context allemaal aan het werk zijn, of in een context leven, waarbinnen dat hersteldenken volop binnenkomt, ook in ziekenhuissettings. En dat hospitaal, dat is niet meer het hospitaal van vroeger. Vandaag de dag is herstel een modewoord geworden. Een modewoord die door veel mensen wordt gebruikt, door beleidsmakers, in de familiebeweging, patiëntenbeweging, maar eigenlijk ook heel veel professionals gaan dat hanteren. Eigenlijk is het zeer moeilijk om iemand te ontmoeten die tegen herstelgericht werken is. En dat op zich is wel iets om aandachtig voor te zijn. Het woord is populair. De vraag is of dat de praktijken die vorm krijgen onder de noemer van herstelgericht werken, of dat die ook
wel allemaal zo positief zijn. En daar kunnen we wel degelijk een aantal kritische kanttekeningen bij plaatsen. Zo zien we bijvoorbeeld, niet alleen in Vlaanderen, niet alleen in België, maar ruimer in de westerse wereld waar gewerkt wordt met het concept van herstel, dat er vaak gestreefd wordt naar kortdurende opnames en mobiele begeleiding. Wat op zich geen slechte ontwikkelingen zijn, maar wat we ook zien, dat is dat er in die beweging vooral het accent komt te liggen op de individuele coping skills van mensen die kampen met psychische problemen. En dat er eigenlijk relatief weinig geïnvesteerd wordt in de inbedding van een persoon in de maatschappij. Waardoor dat al reeds duidelijk gedocumenteerd is dat daar een aantal nadelen van opduiken. En nadelen die gedocumenteerd zijn intussen in de literatuur binnen de psychiatrie, is dat er risico's zijn op vereenzaming, dat er risico's zijn op armoede, dat er risico's zijn rond dakloosheid en dat er risico's zijn tot groter betrokkenheid bij criminele activiteit. Die eigenlijk neveneffecten zijn van die manier van werken. Dus in die zin is het een concept die we kunnen gebruiken, ja, om zorg te organiseren, maar het is ook een concept dat we kritisch moeten ondervragen op het punt van tot welke vormen van begeleiding dat het mogelijk ook aanleiding kan geven. Klassiek worden er eigenlijk in de literatuur drie vormen van herstel onderscheiden. En een eerste is klinisch herstel. Klinisch herstel is eigenlijk die vorm van herstel zoals die vaak wordt gedefinieerd door therapeuten. Door mensen die een psy-diploma hebben. Waar het accent komt op te liggen op dat moment is eigenlijk op de vermindering van symptomen. Iemand herstelt klinisch wanneer die minder symptomen heeft of geen symptomen niet meer heeft en wanneer dat hij opnieuw eigenlijk in arbeid en gezin zijn gewone plaats kan opnemen. Klinisch herstel. Een tweede begrip rond herstel is persoonlijk herstel. En persoonlijk herstel is eigenlijk die invulling van herstel die het dichtst aansluit bij wat we kennen uit de patiëntenbeweging. Het is een visie op herstel die vooral bottom-up ontstaan is. En die met dat letterwoord CHIME-D wordt weergegeven. Wat daar centraal in staat, dat is dat mensen herstellen wanneer dat ze een zinvol leven kunnen leiden in verbondenheid met anderen. En wanneer dat ze met de moeilijkheden, dat is de D van de difficulties waar ze met te kampen hebben, dat ze daar toch eigenlijk steun en hulp in ervaren om daarmee om te gaan. Dat kunnen restsymptomen zijn, dat kunnen ook andere problemen zijn waar die mensen ervaren. Dat wordt klassiek gezien als persoonlijk herstel. En dan daarnaast is er zoiets als sociaal herstel of maatschappelijk herstel. En daar wordt er meestal onder verstaan dat mensen eigenlijk opnieuw faire kansen moeten krijgen in de buitenwereld. Want vaak is het zo dat mensen die kampen met psychische problemen, dat die te maken hebben met stigma en met uitsluiting. Met andere woorden, zij worden eigenlijk een stukje aan de kant geschoven in het dominante maatschappelijke functioneren. Wanneer treedt er maatschappelijk of sociaal herstel op? Wanneer dat eigenlijk gecorrigeerd wordt? Drie vormen van herstel. En wanneer er mensen over herstel praten in het dagelijkse leven, worden die drie vormen eigenlijk door elkaar gebruikt. Vandaar dat er eigenlijk niemand tegen is, want er gaat zoveel onder schuil. Wanneer we spreken over herstel, moeten we proberen dat zo verfijnd mogelijk te doen. En proberen zo helder mogelijk aan te geven wat we daar precies onder verstaan. Een risico aan die drie invullingen van herstel is dat het een do-it-yourself concept wordt. Dus wat is herstellen? Dat is vooral een verantwoordelijkheid van een individu. Een individu moet herstellen. Maar vooral die beweging die aandacht besteedt aan sociaal en maatschappelijk herstel, gaat daar proberen toch een aantal kanttekeningen bij te plaatsen. Te weinig wordt er aandacht besteed aan de omgeving waarbinnen dat mensen moeten leven en die nochtans een heel grote impact heeft in hoe mensen al dan niet vlot kunnen herstellen van een problematiek. Vandaar dat we eigenlijk het accent moeten leggen, en dan kom ik vooral aan het accent die ik zelf daarbij wil leggen, op de bejegening. Bejegening van mensen die kampen met psychische problemen. Wat we al te vaak zien, is uitsluiting. Mensen worden uitgesloten uit gewone omgangsvormen. En dat zien we bijvoorbeeld optreden
in veel vormen van psychiatrie, waarbij het wel lijkt dat eens dat iemand een bepaald label heeft en op een bepaalde manier benoemd wordt, dat die op een andere manier behandeld wordt. Het lijkt ook wel dat volwassenen op een bepaalde manier hun rechten een stuk verliezen en opnieuw bekleuterend behandeld worden. Waarbij dat er heel veel zaken die in de buitenwereld vlot mogen als volwassenen, dat die plots niet meer mogen. Dat is een vorm van bejegening die een probleem stelt. Wat we ook vaak zien op het niveau van de bejegening, dat is dat er vaak, ten aanzien van mensen met psychische problemen, dat er een intolerantie is ten aanzien van de worstelingen die zij meemaken. Dat er een intolerantie is ten aanzien van het feit dat dat niet makkelijk is, dat je je weg moet zoeken en dat dat niet van een leien dak loopt. En daarmee gepaard met die twee is een van de voornaamste problemen op het niveau van de bejegening dat er vaak een grote afstandelijkheid ontstaat. Waarbij dat mensen effectief in het contact met anderen uitsluiting ervaren. En eigenlijk het gevoel hebben dat ze, wanneer ze kijken naar hoe twee andere mensen die geen label hebben met elkaar omgaan, dat het stuk anders is. Dat daar vormen van vertrouwelijkheid en hartelijkheid bijvoorbeeld veel sneller en veel makkelijker optreden dan wanneer dat je eigenlijk te kampen hebt met een psychische problematiek. En dat is iets wat we eigenlijk kunnen beschouwen als erg. Dat is iets dat niet goed te keuren is. Omdat we eigenlijk zien dat er op die manier een problematiek van dubbele vervreemding optreedt. Dubbele vervreemding zie ik als volgt. Eerst en vooral zorgen psychische problemen al op zich voor een vervreemding. Want wat is eigenlijk een ernstig psychisch probleem? Dat is eigenlijk iemand die in het eigen functioneren impulsen, activiteiten ervaart waar die zelf geen controle over heeft. Waar uw wil en uw goede bedoelingen niet zomaar een impact op hebben. Iemand door het stemmen, het is niet door die stemmen niet meer te willen horen dat ze verdwijnen. Iemand is zwaar depressief en raakt niet meer uit het bed. Het is niet door te proberen en te willen uit bed te raken dat je er toch zult uitraken. Wat er gebeurt is vervreemding. Er is iets in je eigen functioneren die vreemd is. Je herkent jezelf niet meer. En vandaar dat ik dat schilderij daar eigenlijk graag wou bijplaatsen als een ervaring van een vervreemding. Je kent je eigen spiegelbeeld op een manier niet meer. Wie ben ik? Word ik gek? Zijn dan vragen die vaak opduiken. Die ervaring van vreemdheid treedt ook op langs de kant van de ander. Anderen, de omgeving, die merkt dat ook. En die gaat zelf ook iets van de persoon niet meer herkennen. Die gaat ook een ervaring van vreemdheid hebben. De vraag is dan hoe dat we daarmee omgaan met die tweede vorm van vreemdheid. Vandaar dat ik dat tweetje bijgezet heb. Dat is eigenlijk in het kwadraat. Dus vervreemding in het kwadraat. Is dit nog mijn partner? Is dit nog mijn kind? Ik herken deze persoon niet meer. Is een vervreemdingservaring waar dat mensen vaak mee te maken hebben. Drie typische reacties zie ik daarop verschijnen op die vervreemdingservaring. Dat is betutteling. Is een eerste mogelijke reactie. Waarbij dat degene die psychische symptomen ervaart, eigenlijk wordt beschouwd als een sukkelaar. Een sukkelaar die moet verzorgd worden. En die dus gedwee moet meegaan in mijn verzorgende activiteit. Een tweede reactie die we vaak zien, is bevoogding. Bevoogding bestaat eruit dat er aan de mensen zal verteld worden wat ze moeten doen. Hoe ze zich normaal moeten gedragen. Indien ze dat niet doen, dan zal er kwaadheid optreden. Of een derde manier van reageren die vaak optreedt, dat is eigenlijk die mensen gewoon links laten liggen. Uit een onvermogen, uit een angst of uit een onverschilligheid, maar dat eigenlijk mensen actief gemeden worden. Nochtans is het eigenlijk veel interessanter om psychische problemen te beschouwen als gecontextualiseerd. Psychische problemen duiken niet zomaar op. Iedereen heeft een eigen manier van reageren op moeilijke omstandigheden en vormen van psychische problematiek zijn ook getriggerd door moeilijke omstandigheden. Uitdagingen, relatieproblemen, pijnlijke gebeurtenissen, sociale omstandigheden of ontworteling in allerlei vormen zijn een voedingsbodem
voor psychische problemen. Ze dagen ons uit in wie we zijn en onze verwarring die we kunnen ervaren vertaalt zich onder andere op die manier. Wanneer we dat niet in rekening brengen en die ervaring van de vreemdheid van de psychische problematiek niet koppelen aan een leven waar de mensen proberen hun plek in te vinden, dan krijgen we inderdaad vervreemding. En dat is een van de redenen, denk ik, waarom dat die afstandelijkheid in de bejegening vorm krijgt. Een van mijn vrienden aanwezig in de zaal duidde erop dat het Chinese teken van crisis als volgt kan geschreven worden en dat dat eigenlijk twee componenten omvat. Dat is zowel gevaar als een kans. En over het gevaar van een crisis is iedereen zich meestal sterk bewust in de hulpverlening. Maar dat het ook kansen impliceert, wordt vaak vergeten. Kansen om jezelf opnieuw uit te vinden en kansen om andere vormen van bejegening te ontwikkelen. Ik noem dat graag ik 2.0. De psychische problematiek is een kans om iets van jezelf heruit te vinden, om oude patronen te verlaten en om nieuwe manieren te vinden om in je leven te staan. Nieuwe manieren te vinden om met de uitdagingen om te gaan. En dat zal maar lukken door in te spelen op de affiniteiten van mensen. Op wat er hen interesseert, waar ze sterk in zijn, waar ze zin in hebben. En niet door ze te dwingen in een bepaalde format. En naar de bejegening 2.0 toe, denk ik dat er drie dingen belangrijk zijn. Dat zijn helende contacten. Met andere woorden, dat zijn contacten die proberen om een brug te slaan. Die mensen helpen om te gaan met dat vreemde in zichzelf. En die proberen daar vanuit een co-elaboratie rond te werken met mensen. En anderzijds, die vervreemdende omgang die spontaan optreedt, probeert actief te doorbreken. En verder is daarbij bij die bejegening 2.0 heel belangrijk, vind ik, dat er geen normen worden opgedrongen, dat mensen niet gedwongen worden om aan bepaalde ideaalbeelden te beantwoorden. En dat noem ik graag een ethiek van de leegte. Of om het met Loesje te zeggen, don't let the others take away all the weirdness. Want het is net daar dat de eigenheid van mensen te situeren is. Dank u wel.